Het NOS Radio 1-journaal. Op Curaçao lopen de besmettingen met corona op en daarom zijn de regels weer aangescherpt. Het eiland is drooggelegd. Geen druppel alcohol meer in de horeca. Hoe gezellig is het nog op het eiland? Dick Draaier, onze correspondent, zoekt het uit. Het is vrijdagmiddag. Iedereen haast zich op dit moment van werk naar huis. Maar niet nadat je bij de snack, de Curaçaose equivalent van een barretje, even een pilsje drinkt en met vrienden, collega's happy hour viert. Jij stapt uit de auto en in de auto. Mm-hmm. Maar je gaat niet hier iets drinken? Oh, je gaat sigaretten kopen. Ik kan me even sigaretjes halen, okay. Ja. Maar normaal gesproken... Je bent de beste klant hier? Nee, niet de beste, maar we kwamen hier wel heel veel. En nu niet meer? Nee. Want? Nou, we willen toch wel wat afstand houden vanwege corona. Het werd hier bijzonder druk. Populair tentje, dus toen hadden wij zoiets van, nou, dan blijven wij even weg. En nou met de regels dat er geen alcohol wordt geschonken, ja, dat is toch wel een... Ja, is dat een ding? Ja, voor ons wel. Ja. Ja. En hier op het eiland sowieso wel. Alcohol is gewoon echt wel onderdeel van de cultuur hier. En in welke cultuur niet, zou ik eraan toe willen voegen. Egel Sibrandi is directeur van de branchevereniging van restaurants op Curaçao. Ja, mensen zijn wel zeer ontstemd over dat alcohol. Het is, lijkt toch als een soort speeltje wat afgepakt wordt. Nuchter geconstateerd, maar zijn sector is hard getroffen. Het hart van iedereen. Het hart van iedereen. Kijk, de horeca is eigenlijk elke keer een stapje teruggezet. En daarom heb ik nu ook gezegd, ja, maar nu is het echt op. Dat is weer een stukje omzet wat we kwijtraken. Terug naar de snack, waar het normaal zo druk is. Ik vraag aan de barman hoe erg het is om geen alcohol te schenken. Het is erg, maar de andere kant vind ik wel voor de houding heeft hiertoe geleid. Nee, ze namen de regels niet serieus. Nee, ze namen niet serieus. En daardoor denk ik, waar je niet luistert, moet je toch op harde manier gaan handelen. Naast de vrouw die net sigaretten kwam halen, zitten er wel geteld nog twee andere klanten aan de bar. Kijk, ik vind het goed. Je moet je aan de regels houden. Maar ik vind het een beetje te zware regels. Het is niet prettig. Want u zit hier allebei nu in een snack zonder drank. Het gaat niet om een drank, maar een biertje zou wel lekker zijn. Ja, maar weet je wat dat is? Kijk, wat zij zegt, oké, we moeten ons aan de regel houden. We hebben een beetje geluk dat we zon, warmte aan onze kant hebben. Maar we kunnen niet, zeg maar net als een kippenhok bij de snack staan. Hoe is het nou om in de snack te zitten op deze manier? Boring. Nou, ja. Boring. Boring. Ja, natuurlijk. Je mag, het is toegestaan dat je wel alcohol mag halen bij de supermarkt om thuis te drinken. Maar ik heb een fles whisky gehaald bij de supermarkt. Ik kom bij de snack, dan zeg ik, mag ik een cola? Dan doe ik mengen. Dus daar kun je mee niks maken. Het wordt wel heel ingewikkeld om... Ja, het is een beetje ingewikkeld, wel, maar je hebt wel een drankje gedaan. Maar dat gaan de mensen nou doen. Ik neem afscheid en ontmoet buiten op straat drie jongens uit Nederland, toeristen. Kunnen jullie nog een beetje vakantie vieren nu? Nou, we gaan morgen naar huis, dus. We hebben een topvakantie gehad. Ja? Ja, super. Natuurlijk zijn de regels. We hebben net boodschapjes gedaan. Is dat voor één avond? Ja, dit ja, is zeker. Een middagborrel is dit. Jullie zorgen wel goed voor ja, jezelf. Zeker. Is die vakantie stopgeslaagd, ondanks alle beperkingen. En daar sluit Sibrandi van de branchevereniging zich graag bij aan. We hebben allemaal een beetje in paniek gereageerd op dat alcohol. Maar wij zitten nu aan een tafeltje met een alcoholvrij biertje. En eigenlijk zou deze dag ook iedere andere dag in het jaar kunnen zijn. Ik denk dat je vakantie niet per se afhankelijk is van alcohol. En ik drink ook graag een biertje of een wijntje, maar daar hoef je het niet per se om te doen. En je kan het dus nog alsnog wel vinden. Maar de rest, de zon, de zee, het strand is er gewoon. De gezelligheid is er. We kunnen nog steeds op het terras zitten. Dat is misschien het beeld wat veranderd is. Maar nou ja, kijk om je heen. Dit zou toch ook gewoon een leuke dinsdagmiddag kunnen zijn. Ja, dat was Curaçao.